Beide gebouwen zijn voor ons te hoog, te breed, te lang. Dit rood-bruine gebouw, ja, dat komt op ons hele plein te staan. Wij willen best bouwen. Daar hebben we geen enkel probleem mee. Alleen niet Almere aan zee, Lelystad aan het water of al die mooie plaatsen in Flevoland. We willen kleiner bouwen. Het zijn de woorden van Rob van der Pas van bewonersvereniging Bergen Centrum, BBC. Hij was een van de sprekers maandagavond in een volle ruïnekerk in Bergen tijdens de BBC Algemene Ledenvergadering over de bouwplannen voor het plein. 29 woningen, horeca en een parkeergarage. Het is 4 verdiepingen. Die onderste verdieping, dat is voor een winkel, is dat, ik denk inmiddels, wat is het bouwbesluit? 3 meter? Dus dat komt er allemaal boven. Dat komt hier te staan waar tegenover Wokken. In het verlengde van Julies. We noemen het dan geen plein meer, maar een pleintje. Want het is een mega groot gebouw. In heel veel stukken staat van de gemeente. Het moet een dorpskarakter hebben. Nou, dit is een stadskarakter. Met steegjes. Het is werkelijk verschrikkelijk. We vinden het monsterlijk. Maar hoe moet het dan wel? Ja, nou, zo stellen we het ons een beetje voor. Een mooi groot groen plein. Met passende bebouwing eromheen. En je ziet, we hebben in dit geval het plan van Bottom maar even zo laten staan in het linkerplaatje. Maar dan zie je, als je dat P-gebouw, dat roesbruine ding, weghaalt, dan hebben we een plein. En als je het vaak genoeg zegt, gaat het gebeuren. Dus daar zou André Rieu zou daar kunnen optreden. Als je het zogenaamde L-gebouw zou kunnen doortrekken tot aan, in kleine formaat overigens, want het overschrijdt wat er nu mogelijk is, tot aan Lidl. Dan denk ik dat zo'n botbouw ook veel meer handen op elkaar krijgt voor dat plan. Ja. Zolang het plein maar vrij blijft. Er moet voor Bergen Centrum, en liefst zo groot mogelijk, een totaal verkeerscirculatieplan komen. Sommige wegen zijn eenrichting verkeer, waaronder de Oldenburglaan. Maar dat moet in het geheel moet dat bekeken worden met het toenemende aantal auto's dat over deze weg dwars over het plein zal komen. Dat moet echt worden meegenomen in alle plannen, of ze nou groot, klein, hoog, dik, dun of wat dan ook zijn. De gemeenteraad keurde vorige maand een ontwerpverklaring van geen bedenkingen goed, waardoor de bouw van dit ontwerp een stuk dichterbij lijkt te zijn. Maar inwoners kunnen wel een zienswijze indienen tegen het plan. Dan kunnen er eventueel nog veranderingen plaatsvinden. We hebben in deze groep echt een aantal jongens die dat op, ja, inderdaad een beetje klip en klaar kunnen uitleggen, denk ik. En daar zullen ook formats voor komen die je op onze nieuwe website straks kan gaan zien. Maar als het plan wordt aangepast, wat zijn dan de gevolgen? Wat ik totaal miste was de financiële consequenties. We hebben 1,5 jaar geleden ook bij de BBC een verhaal gehouden waarin toen aanwezig was wel de BOT-projectleider. En hij zei, wij willen graag minder bouwen, minder 4 verdiepingen bouwen. Maar dat kan niet vanwege de eisen die de gemeente stelt ten opzichte van de sociale woningbouw. En ik zie in het hele verhaal totaal geen financiële consequenties. Dus prachtig al die verlangens. Ik hou me ook allerlei bezig soms met gebouwen en dergelijke. Prachtig wat allemaal wensen zijn die hier ook allemaal aanwezig zijn. Maar hoe zit het met de financiële consequenties? Die mis ik wel. Nee, daar heeft u gelijk in. En in feite is dat de volgende stap. Dat als je zienswijze gaat indienen, dat je dan ook inderdaad gaat nadenken van welke financiële consequenties heeft dat. Die spiegel houden we onszelf natuurlijk ook voor. En dat alle varianten kunnen geld gaan kosten. Als je het gaat veranderen nu, ja, dan gaat het behoorlijk wat geld kosten. Hè? Dan moet er weer een nieuw plan komen. Eigenlijk kan Bob maar helemaal niks veranderen, heb ik gehoord ook vanavond. Ja, dat is jammer, maar we kunnen toch niet om die reden zeggen van we moeten dit plan accepteren. We moeten gewoon voor Bergen nadenken over de komende 100 jaar. Ja. En dan moet je gewoon met een mooi gedegen plan waar de meeste inwoners achter staan. Wethouder Ernest Briët was niet aanwezig tijdens deze bijeenkomst, maar natuurlijk zijn we ook benieuwd naar zijn verhaal.
BBC vindt de geplande gebouwen op het plein te groot en te hoog. Het plein dat overblijft is volgens de vereniging straks te klein om daar optimaal van te kunnen genieten, bijvoorbeeld tijdens de evenementen, zeggen ze. Door de grote gebouwen zou de verkeerssituatie onveilig worden. De locatie van een parkeergarage en de parkeerdruk kwamen onder andere aan de orde. Waarom was u er maandag niet? Had u niet liever die informatie willen horen en de reacties van de aanwezigen ook? Nou, ik ben eerlijk gezegd niet uitgenodigd voor die bijeenkomst. Dus dat was misschien de eerste reden om er niet bij te zijn. Daarnaast vind ik het ook nu niet aan mij als wethouder om mij hier in te mengen. Het is nu eigenlijk het proces van de raad. Dus ja, mensen staan er vrij om een mening te hebben. En vervolgens kunnen mensen een zienswijze indienen. Dat kan een positieve zienswijze zijn en een negatieve zienswijze. Of iets ertussenin. En dat proces laten wij nu rustig zijn gang gaan. We zijn natuurlijk wel benieuwd naar de gedachtes en de dynamiek die het oplevert. Ja. Wat vindt u ervan dat de bewonersvereniging Centrum Bergen zich zoveel zorgen maakt? Kunt u iets met die argumenten? Nou, ik kan op dit moment niet veel meer met die argumenten, want zoals ik al heb aangegeven, er is een plan, dat ligt overigens al bij de Raad van State. En we zijn bezig om de procedurefouten die in de aanloop naar het maken van die plannen zijn gemaakt en door de Raad van State zijn vastgesteld, om die te repareren. Dat is gebeurd voor de eerste stap middels het door de Raad afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen. En nu is het dus niet meer aan mij om daar iets van te vinden. Persoonlijk denk ik wel dat als je kijkt naar de plannen die voorliggen en waar mensen nu ook iets van kunnen vinden, dat die absoluut in lijn zijn met het door de Raad eerder vastgestelde structuurvisie en beeldkwaliteitsplan. Dus ik heb zelf het gevoel dat er minder reden zou zijn voor zorg dan de zorgen die ik op dit moment zie bij de BBC. De bewonersvereniging liet weten dat er eigenlijk niet zo heel veel kan veranderen aan het plan. Er zijn afspraken gemaakt met Botbouw, met ondernemers. Of het hele plan moet van tafel. Klopt dat verhaal nou eigenlijk wel? Nou, het klopt dat er een plan ligt, wat ik net gezegd heb, in Den Haag. En dat plan ligt daar. En daar kunnen we niet zo heel erg veel aan veranderen. Het is natuurlijk wel interessant wat er aan zienswijze binnenkomt en wat vervolgens de gemeenteraad daarmee doet. Het kan zijn dat er ergens aanleiding gezien wordt door de gemeenteraad om iets te willen wijzigen. Nou ja, en dan zal dat vervolg krijgen. En ook dat is aan de raad om daar een besluit over te nemen. En dat zal dit najaar gebeuren. En dat zijn dan kleine wijzigingen? Ja, het zijn echt kleine wijzigingen, dus geen wijzigingen of kleine wijzigingen. Op het moment dat de raad zou besluiten om uiteindelijk geen verklaring van geen bedenking af te geven, dus in de tweede ronde na het kennen van de zienswijze, dan is daarmee vermoedelijk ook het plan in deze vorm van tafel. Is het mogelijk om Botbouw te compenseren voor het gemaakte verlies als de plannen helemaal wijzigen, dus het plan helemaal van tafel zou gaan, in theorie? Ja, we gaan nu niet speculeren over eventuele uitkomsten van dit proces. Ik denk dat het goed is om nu gewoon echt te kijken naar de plannen die voorliggen. Die met heel veel toewijding zijn gemaakt, onder andere door Botbouw, in nauw overleg met experts van de gemeente Bergen. In lijn met, zoals ik al aangaf, eerder vastgestelde kaders door de Raad. Ik denk dat we dat nu even gewoon vooral moeten kijken naar die plannen. Er ook vertrouwen in moeten hebben dat de intentie van ook van de college is om vervolgens heel hard aan de slag te gaan met veel participatie om die openbare ruimte van die twee pleinen mooi te gaan vormgeven. Dat is iets wat we dit najaar willen gaan starten. Ik wil het graag over de inhoud hebben en ik hoop dat we stappen kunnen gaan zetten om het te gaan realiseren. Want we zijn, en nu overdrijf ik niet, al een halve eeuw aan het praten over plannen die niet gemaakt zijn. En ik denk dat de gemeente Bergen en de inwoners van de gemeente Bergen er vooral wat aan hebben dat we nu eindelijk eens wat gaan realiseren. Ja. Als zou het alleen maar gaan over een woningbouw waar ernstig tekort aan is, aan woningen? Nou ja, kijk, we hebben te maken met een plan waarin 29 woningen gaan worden gerealiseerd, waarvan 12 sociale huur. We hebben te maken met horeca, die het plein daar gewoon levendig gaat maken. We gaan vervolgens aan de slag met die openbare ruimte. Kijk, op dit moment is het centrum van de kern Bergen is eigenlijk een hele, ja, troosteloze plek. Omdat daar eigenlijk een soort anti-kraakgebouwen staan, al decennia lang. En het is eigenlijk, moeten we ons daar met elkaar ook voor schamen, dat we elkaar in een soort van padstelling houden. En het zou heel erg mooi zijn als we nu, in tegenstelling tot die afgelopen halve eeuw, dat we nu stappen maken. En daarmee zou het in mijn ogen en het ogen van het college op zich heel erg prettig zijn als er een positief besluit zou kunnen worden genomen door de raad. Maar dat is dus nogmaals geheel aan de raad. En we zullen heel erg aandachtig luisteren en zeker ook de raad, want die gaat erover wat de uitkomst is van het zienswijzeprocedure. Ondertussen moeten de inwoners zich een mening vormen over het plan. Zijn ze er tegen, dan kunnen ze een zienswijze indienen. Misschien doet deze mevrouw dat wel. Het gebouw wat naast Julie staat, of tegenover Julie. Nou, dat is een drama. Dat is een drama. Dat ziet er toch niet uit. Ons mooie dorp. Dan sta je hier bij de oude kerk. En dan moet je straks eens daar een paar van die lelijke gebouwen zien. Ja, sorry. Dat meneer Bot daar zelf niet is.
gaat kijken. Hij mag bij mij in huis komen en dan kan hij het zien. Ja, ik woon recht tegenover dat lelijke gebouw wat ze er neer willen gaan zetten. Ze willen er eigenlijk een bejaardencentrum van maken van dit dorp. En daar ben ik fel op tegen. Er moet jeugd en er moet jonge aanwas ook komen. En dat moet meer dan dat tot nu toe gebeurd is. En ik bedoel eigenlijk van ja, die woningen, die appartementen is wel leuk, maar die zijn wel heel erg duur voor jongeren. Ja, het wordt zo te duur. Als het weer anders wordt, wordt het te duur. Laagbouw is duur bouw. Dus ik zou het wel willen, maar ik ben bang dat er dan weer alleen rijke oudjes komen wonen. En meestal import. En niet dat ik dat die mensen niet gun. Maar ik gun hier een dorp met toekomst. En die toekomst die krijgen we niet als we niet meer jeugd huisvesten in dit dorp. Het is wel fijn dat er wat meer mensen kunnen wonen straks, hè? Ze zijn toch al aan het bouwen bij de BSV is het. En daar zijn ze aan het bouwen vlakbij het zwembad. Nou, mooier kan je het niet hebben om daar nog eens een paar mooie appartementen te bouwen. En dat is misschien genoeg? En ik denk dat langzamerhand wel eens genoeg wordt, ja. Het is tot en met 12 augustus mogelijk een zienswijze in te dienen bij de gemeente. Kijk hiervoor op www.bergen.nl/dorpsplein en zie ook de nieuwe website van bewonersvereniging Bergen Centrum.